Ja, dan willen we nu allemaal dringend waarschuwen voor een babbeltruc waarmee het criminelen gelukt is om in ieder geval bij twee mensen het huis in te komen. Beide slachtoffers werden gebeld door iemand die zei dat hij van de politie was. En die beller vertelde toen dat er veel werd ingebroken in de wijk en dat de politie in samenwerking met de gemeente iemand langs zou sturen om de sloten voor de veiligheid te controleren, net als waardevolle spullen. Dit is de slotenmaker die 28 november allervriendelijkst langskomt bij een oudere dame in Amsterdam. Hij noemde zichzelf toen Dennis. Pas alstublieft op, want deze man is geen door de politie gestuurde slotenmaker, maar een dief. Eenmaal binnen vroeg hij later ook nog naar de sieraden van de bewoonster. Die zou hij even meenemen om te controleren en dan weer terugbrengen. U snapt het al, die kostbare en dierbare juwelen zijn in de zakken van deze nepslotenmaker verdwenen en ze heeft ze nooit meer teruggezien. Het is goed om te weten dat de politie nooit zomaar langskomt of contact opneemt op deze manier. Laat onbekenden dan ook nooit zomaar binnen, hoe onschuldig of betrouwbaar ze ook lijken. En ook u niet laten verleiden om ze binnen te laten omdat ze zo vriendelijk doen, zoals hier. Waarschuw elkaar en zeker oudere bekenden voor deze babbeltruc. Natuurlijk krijgen we ook graag tips over deze man. Dennis is vermoedelijk niet zijn echte naam. Weet u meer? Help hem alstublieft oppakken.